de vierde wedstrijd al in het voetbalseizoen 2020-2021. Die tussen Emmen en VVV. En voor beide ploegen begint het seizoen waar het dus in maart eindigde. Dit zijn de nieuwe uitshirts van VVV. Die spelen dus in uitwedstrijden in blauw. Daar zagen we even Guus Hupperts, een van de nieuwelingen in de ploeg van trainer Hans de Koning. Dit is de opstelling van Emmen. Telgekamp, bekende naam. Achterhoede Kaflan ook terug van weg geweest bij Emmen. Achterop Chacon en Tibbling. En natuurlijk Peña de Vos. Hij speelt voor de Leeuw en Lausen. En helemaal voorop de Kroaat Kolar. Dan naar VVV. Daar veel wisselingen. Kirschbaum is blijven staan. Schmitz is een Duitser, nieuw, linksachterop. Van Krooi terug. Het kind van Venlo, terug van Pek Zwolle. En voorop Joshua John. Die waren we een heel tijdje kwijt trouwens in Nederland. Heeft in Denemarken onder andere gespeeld. En natuurlijk een Griekse spits, Jaco Makis. Dit is aardig. Lekker begin. Bel. Hij dus ook nog steeds in Emmen. Nou, Laurensen. Voor het eerst. Hoekschop. Hoekschop voor Emmen. Meteen gevaarlijk. Veel beweging in de 16. En van de lijn af gehad. Chacon, Peña. De bedenker, de architect van Emmen, Kaflan. Goed aangenomen, Kaflan. En de redding. In tweede instantie is het wel raak. Dat is een vroege goal, zeg. Het is de vervanger van de Leeuw, de Vos. Het begint hier. Met die heerlijke bal van Peña. De aanname goed van Kaflan. Weg bij Hupperts. De doelman zit er nog aan en dan in de rebound. Heeft Kirschbaum geen antwoord op de inzet van de Vos. Peña. Ja, het is lekker gespeeld. Lausen. Lausen. Tappen draaien en... Gevaar nog niet geweken, Kirschbaum. Nu wel klem vast. Hier Jansen en de Leeuw. En men blijft in balbezit. Laursen, Tibbling. Peña. Tibbling. Bel. Schot gekraakt door Van Krooi. Mogen duidelijk zijn. Openingsfase is voor de thuisploeg. Want hij kraakt het schot van Bel. Een fase met langdurig balbezit voor Emmen. De bal richting Kaflan. Keurig aangenomen door Kaflan. Dus Hupperts dan in eerste instantie kwijt. In tweede instantie herstelt Hupperts zich. En bezorgt VVV het balbezit. Over een aanname gesproken. Lukien kan tevreden zijn over de vroege goal. En bij Vlagen speelt de ploeg goed voetbal. Alleen dit is wel heel erg gevaarlijk, want dit moet je niet te vaak doen. Komt daar de gelijkmaker aan. Fantastische reflex van Telgekamp. En inderdaad stoot Van Krooi niet. Het eerste schot van de Griekse spits. Jaco Makis. Foutje in de opbouw bij Emmen. Je kan ook nog te veel doorvoetballen. Goed geschoten, maar dit is een fantastische reflex van Telgekamp. Kolar. Peña. Vorigheidje van de Vos. Lindhorst krijgt zomaar de bal in de voet. Lindhorst. Strakke voorzet en is daar de gelijkmaker? Nee! Goeie voorzet van Joshua John. Gevaar nog niet geweken. En... Nu is het buitenspel.
Jaco Makis had hem kunnen en misschien wel moeten maken. Foutje van de Vos. Lindhorst krijgt zomaar de bal. Die kijkt, heeft overzicht. Vindt John. Goed voorgezet. En ja, ook sterk verdedigd door Bel trouwens. Heel sterk verdedigd. Vrije trap voor VVV. De overtreding van Bel op John. Het gaat de rechter van Vito van Krooi worden. Lastige ballen zijn dit. En Telge kan met weer een goede redding. Ja, dit is bijna niet te verdedigen. Telgekamp voor de tweede keer de held in deze wedstrijd. Het is een goede kopbal van de jarige Koem. Kavlan. Een panna van Kavlan. Oh, heerlijk. Kolar, Kolar. En 2-0. Mooie goal. En Kavlan, wat doe je dat fantastisch zeg. Wat een smaakmaker. Kijk even. Hallo. Dag Huppers. Panna. Dit is toch fantastisch om naar te kijken. In de eerste helft was hij al opdreven. Dit mag er ook zijn. Vindt Kolar. En die schiet. En het is 2-0. John, VVV, komt hier de aansluitingstreffer aan? Ja, het is buiten spel, denk ik. Nee, het is gewoon een doelpunt. Dat is snel, zeg. De fout in de opbouw bij Emmen. Van Krooi met de bal op John. Die staat helemaal vrij. En bij de tweede paal, de spits. Dit is de eerste kennismaking. Qua doelpunten met Jaco Makis. De hoekschop van Kavlan, weggebokst door de doelman van VVV. En Araujo. Met een aanvallende actie. Ze denken aan Hens bij VVV. Nou, ze zijn daar wel strenger mee geworden met wel of geen Hens. Ja, volgens mij is het de schouder van Chacon, tenminste. Hij gaat een penalty geven, denk ik. Het is dan duwen of hens van Chacon. Ja, ik vind het een hele lastige. Nu, vanaf 11 meter, 2-2. Jaco Makis doet wat een spits moet doen. Dit soort buitenkantjes binnenschieten. 2-2. Kolar, de 1-2 met Lausen. Er zit dan weer een been tussen van een speler van VVV, van Krooi. Van Krooi. Aan de andere kant is de ruimte. Hier is de ruimte. Ineens goed doorgespeeld. Geen buitenspel. Komt daar nummer 3 aan. Het is nummer 3. En weer van hem. Jaco Makis. Dit is goed gedaan door Van Krooi. Ziet daar Lindhorst. Die speelt de bal ineens door. En ik denk niet dat het buitenspel is, eerlijk gezegd. De aanname goed en hij maakt het natuurlijk fantastisch af. Van Krooi, herboren in Venlo. Lindhorst. En dit is een beauty. En het staat 2-3, de wereld op zijn kop. Jaco Makis. Met zijn derde. Alle hens aan dek voor Torsten Keersbaum, de doelman van VVV. Peña. Van richting veranderd. Hoekschop. Ja, Peru is een favoriet land in en rondom Emmen. Nou, we staan er gelijk maken. Ja, het is Lausen. De Deen doet het. 3-3. Dat maakt het voetbal zo leuk. Het kan alle kanten op. En nu krijgen we nog een heet kwartiertje hier in Emmen. Lausen met de hak. Schaakt daar twee verdedigers van VVV op de lijn. Hop, en een doelpunt. Peña. Buitenom Kavlan.
Kolar wijst van, joh, speel maar. Lausen maakt ook een beweging. Kolar. Peña op Bel. Lausen. De Vos. Ineens goed doorgespeeld. Bel. Is dit hem? Sterk verdedigd trouwens. Bel met de mogelijkheid. Het balletje van De Vos. En sterk verdedigd. De man van de hat-trick gaat er dus af. En Jacob Makis kent een fantastisch debuut op de Nederlandse velden. Dan heb je een aardig visitekaartje afgegeven. En hier is Arias terecht. Applaus voor hem. Laatste minuut van de officiële speeltijd. VVV weg. Bal van richting veranderd en die valt er zomaar in. Het is Pagoni. Met een rush die we van hem kennen van vorig seizoen. En het is 3-4. Wat een gekkigheid hier zeg. Omdat die bal van richting wordt veranderd, is Telgekamp verrast. En VVV dichtbij een driepunter. Ik denk dat VVV dit niet meer weg gaat geven. Joshua John. Naar de hoekvlag, denk ik. Geen balverlies leiden. Ja, daar mag je geen balverlies leiden. Lindhorst, nou, die doet het goed zeg. Die is ook veel beter gaan voetballen in de tweede helft. Afleggen, Arias tegen zijn oude club. 3-5. Wat een sprookje zeg. Eerst die Griekse spits drie keer. En nu Arias, net binnen de lijnen, scoort. Wat hij niet veel deed bij Emmen, doet hij meteen wel in de eerste wedstrijd. Officiële wedstrijd voor VVV. De driepunter dus voor VVV. Eigenlijk wel een verrassing. En hij heeft zijn visitekaartje afgegeven. Hij maakte er drie. Jacob Makis